En wel, vroeger reed ik met deze Skelter van speeltuin naar speeltuin naar speeltuin zonder zorgen of stress. Nou, weet je wat ik dus echt bizar vind? Er is dus gewoon een dag in ons leven geweest dat we opeens zijn gestopt met spelen. Waarom eigenlijk? Dat is een goede vraag. En ik vind het dubbel bizar dat spelen dus ontzettend goed voor je blijkt te zijn als volwassene als je stress wil verhelpen. En dat gaan we vandaag precies uitzoeken. En daarvoor gaan we lekker kids spelen in de speelhal. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even praten met Margriet. Want die kan ons alles vertellen over spelen. Top! Nou, gas op de lolly! Hey. Hi Margriet. Margriet, jij bent hoofd van het Neuveld Instituut in Nederland. Waarom stoppen kinderen eigenlijk met spelen? Want de meeste kinderen die ik ken vinden het hartstikke leuk om te spelen. Ja, je kunt ook niet zeggen dat een kind van het ene moment op het andere stopt met spelen. Maar de invloed van school, systemen en eisen die aan ze gesteld worden, kan dat hun gaan belemmeren om te spelen, om vrij te spelen. En zou spelen voor volwassenen ook kunnen helpen tegen bijvoorbeeld de stress? Absoluut. Spelen is eigenlijk een vorm van mindfulness. Je weet dat je aan het spelen bent als je denkt van, oh, is het al zo laat? Wij gaan zo meteen naar een speelparadijs. Denk je dat dat ook zou helpen tegen onze stress? Lijkt me heel goed. Ja? Als je er zin in hebt en plezier hebt en lekker gaat ontdekken hoe het allemaal is. Nou, heb je er een beetje zin in gekregen om te spelen? Zeker weten. We nemen de proef op de som in dit speelparadijs. Maar eerst krikken we onze stressniveaus een flinke portie adrenaline omhoog met stroomstoten, tongbrekers en tijdsdruk. Onze stressniveaus houden we bij door onze hartslag te meten met een smartwatch. Na het spelen doen we precies hetzelfde om te onderzoeken hoe het spelen onze stressgevoeligheid heeft beïnvloed. Oké, mijn hartslag is nu 97. Ik voel me ook echt bizar. Heel gestrest. Mijn hartslag is 96. Oei, ja, dus de stress is hoog. Ik denk dat het gewoon tijd is om dit fucking speelparadijs in te gaan en al die kinderen op de ogen. Bam bam, on s'asplace, j'y sur mon lit à bouffer, ça n'en en buvant dans mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En cap couleur. Welke fucking duivel heeft dit bedacht? Is het X Games op een speelparadijs? Hoi joh! Heb je de hel in gehad? Jezus man. Ja, sorry. Jij doorbreekt de geluidsbarrière met jouw stem. Niet normaal. Kut. Oh, daar is mijn zendertje. Hoe voel je, Siep? Ja, helemaal gesloopt. Ja, ik ook. Oh man, natuurlijk. We hebben ook allemaal verwondingen. Ja, hallo, spelen is gevaarlijk. Kijk, dit is opengebloed ook. Hoe zit het met de stress? Ja, ik ben gewoon te moe om stress te hebben. Geen tijd om na te denken, we moeten door. Het voelt alsof ik uit een soort vliegtuig aan het springen ben. Dat ie! Oké, Mel, nu jij. Oh joh. Ik ben echt 100 keer gespeeld. Toch een fucking stuk elastiek. Hoe gaat het met jou? I'm alive, but I'm dead. Mel me toe, je ouders zijn ongerust. En ze willen dat je je meldt bij de balie. Hoor Mel me toe, meld je bij de balie. Oeh. Ja. Kijk of dit me meer of minder stress gaat opleveren dan net. Oh, die deed pijn. Tante Trusanne tijgers. Ja, doe maar. Gauw. Ja. Okay. Hoe was deze tweede keer nou voor jou? Ja, ik voelde me wel echt minder opgelaten. Maar ik denk dat dat ook gewoon is omdat ik oprecht gewoon vermoeid ben. Wat is je hartslag? We zitten op de 81. Dat is echt substantieel minder. Mijn hartslag is op dit moment 114. Conclusie. Uit onze hartslagen kunnen we niet heel erg veel concluderen. Maar voor ons gevoel zijn we wel veel minder gestrest bij die tweede test dan bij die eerste test. Ja, je bent gewoon niet bezig met de dingen die je gestrest maken. Dus, ben je volwassen en ben je gestrest, dan kun je in een speelparadijs gaan spelen. Maar je loopt wel een risico om jezelf te verminken. Dus je kan ook gewoon lekker een potje gaan tennissen, want dat heeft eigenlijk hetzelfde effect.